Ik heb ook zo'n schoonvriendin van mij, Anneke heet zij. Schoonvrienden zijn vrienden van je partner die je zelf nooit zou uitzoeken. Hè? Dat hoort gewoon een beetje in het partnerpakket. Weet je? Je hebt een tijdje met een meisje, op een gegeven moment zegt ze zo... Dit zijn mijn beste vrienden. Zit je zo, oh, kutzooi, zit je dan zo. Hoi, kut en hoi, zooi. Weet je? Echt verschrikkelijk is dat. Zij is dan Anneke en zij is heel bedwetig. Heel vervelende vrouw is dat. En altijd bezig met diëten en voedsel en zo. En op een gegeven moment zat ze op de bank en mijn vriendin zat naast mij. En die vroeg op een gegeven moment van... Hey, heb je het zuurdesembrood van Anneke al geproefd? Heel erg lekker. Heb je ze zelf gemaakt? En ik zeg, zuurdesem? En toen kwam ze zo aanlopen zo. Zei zo, nou, je schrijft zuurdesem, maar je spreekt het uit als zuurdesem. Zuurdesem. Oh, haat ik haar. Oh, ik haat haar zo gigantisch. Ik zou ook weet je, je schrijft Anneke, maar je spreekt het heel erg uit als kuthoer. Als kuthoer spreekt het heel erg uit. Kuthoer, zeg je dan. Ja. En ik word helemaal gek van dat mens, weet je wel. En heeft ze dat weer voor die eet. En nou is ze ook helemaal into superfood en zo. En dan zegt ze van, ja, heb je al larvenkak uit Peru? Heb je dat al gehad? Dat is heel erg goed voor je stoelgang. En je moet echt meeloogjes uit Guatemala. Dat is heel erg goed voor je dingen en zo. En heb je al goji-bessen? Goji-bessen, heel belangrijk. Pluk ze op de Himalaya, gaan ze helemaal naar beneden zo. En doe ik altijd dit tegen haar. Tnu. En zegt ze, wat is dat dan? Zeg ik, dat is Oost-Nepalese desinteresse, is dat. Ja. Als het niemand boeit wat je zegt, daar word je gewoon helemaal gestoord van dat mens. Ik heb ook al gedacht aan zelfmoord, maar ja, ik geloof in het leven na de dood, dan heeft dat ook geen zin.